Hoe ziet een dag eruit in het leven van een Nederlandse ondernemer in Bogota? Mijn naam is Linda Breukers en ik woon en werk al 7 jaar in Colombia, waar ik me bezighoud met weesmanagement. In Colombia is het een stuk vroeger dan in Nederland. Dus het eerste wat ik doe als ik wakker ben, is contact opnemen met mijn Nederlandse opdrachtgevers. En dat doe ik, zoals je ziet, in mijn hardloopkleding, want ik ga graag in de ochtend sporten. Om de hoek bij mij thuis ligt het park El Biré. Ik sport hier onder begeleiding van een trainer met een vaste groep mensen, welke ondertussen ook mijn vrienden zijn geworden. In Colombia houdt het netwerken eigenlijk nooit op, dus ook zakelijk is zo'n sportgroep erg interessant. Aangezien ik zelfstandig en op projectbasis werk, heb ik geen vaste kantoorruimte nodig. Eenmaal thuis verplaats ik mezelf naar de tafel in mijn woonkamer om een ochtend vanuit huis te gaan werken. Ik woon vlakbij Parque Noventa y Tres, de plek waar veel gebeurt in Bogota. Het is er bovendien relatief veilig, wat zeker als vrouw in Colombia toch wel iets is om rekening mee te houden. In Colombia spreek je zakenrelaties vaak tijdens de lunch, wat gemakkelijk 1,5 uur in beslag kan nemen. Ik heb vandaag een lunchafspraak om de Nederlandse expertise over recycling te delen met een potentiële klant. Mijn volgende afspraak is met het Nederlandse bedrijf De Macro, wat een stuk noordelijker is gelegen in de stad. Daar verplaats ik mezelf naar deze afspraak met de auto van een vriend. Ik sprak de general manager tijdens de nieuwjaarsborrel van het Holland House Colombia, waarop we besloten dat het nuttig zou zijn om even met elkaar te gaan zitten. Met mijn kennis van de aankomende verpakkingswet loop ik hem door de mogelijke gevolgen voor het bedrijf. Ik heb met 2 oud-studiegenoten afgesproken in Uniandinos, wat een verzamelplek is voor oud-studenten van onze universiteit. Aangezien we in dezelfde sector werken, delen we de laatste nieuwtjes met elkaar. En daarna is het natuurlijk tijd voor een klein drankje. In de avond ga ik naar een van de meest beroemde plekken van Bogota, restaurant Andrés Carne de Res. Op deze plek kun je in een magische atmosfeer uitstekend eten. Maar waar het natuurlijk vooral om gaat, is jezelf tussen de gangen door naar de dansvloer te verplaatsen. Linda Breukers is een succesvolle ondernemer in Colombia die sterk gebruik maakt van haar Nederlandse netwerk. Ben jij benieuwd naar meer verhalen van Nederlandse ondernemers over de landsgrenzen? Ga dan snel naar nlinbusiness.com.